Wilhelmina der Nederlanden. Jarenlang onze koningin. Stoere vrouw, sterke vrouw, forse staat om de nek. En als je er zo naar kijkt, dan lijkt het wel alsof ze net uit de Dakota is gestapt. Maar dit is ook de overgrootoma waarover onze koning, Willem-Alexander, zei... Dankzij haar voelden mensen zich onvoldoende gesteund en in de steek gelaten. En dan sprak hij dat mooie zinnetje uit. Het is iets wat mij niet loslaat. Een heldhaftige vrouw in de Tweede Wereldoorlog. Een groot, stevige vrouw. Het is een mooi statig beeld. Oh, ze ziet er wel doorvoet uit. Wel doorvoet? Ja. Statig. Het hoort hier. Problematisch. Na haar toespraken via Radio Oranje. Ze heeft het eigenlijk vrijwel niet over de Joden. Ja, de eerste smetjes begonnen eigenlijk al een beetje toen Juliana trouwde met Bernard. Wilhelmina stond erop dat daar het Horst Wessels-lied ter gehore werd gebracht. En dat was het Nationaal Socialistisch. Het lijflied van de natie. En de dienstdoende dirigent die weigerde dat ten gehore te brengen. En toen is hij op staande voet ontslagen. Wandel elke dag in het Wilhelminapark. Die enorme aanwezigheid van de Holocaust in de recente geschiedenis is ook een relatief recent fenomeen. Hoezeer wij dat ook achteraf bezwaarlijk vinden, dat die tijd niet deed en dacht wat wij doen en denken. Toen in de jaren 30 vanuit Duitsland steeds meer Joodse vluchtelingen naar Nederland kwamen, zorgde de regering een plek om die mensen op te vangen. Ze vonden een plekje op de Veluwe. Maar toen zei Wilhelmina... Dat is me toch een beetje te dicht in de buurt van Paleis het Loo. Zoek maar een andere plek. En dat werd Kamp Westerbork. Not in my backyard. Dat heeft veel mensen toch gestoken, voornamelijk na de oorlog. Dat sluit aardig aan bij de gedachte van veel Nederlanders dat ze niet graag een AZC in de buurt willen hebben. Maar hij wilde van Alexander er dan ook voor gezorgd dat Wilhelmina nou mag blijven staan. Ik denk wel dat hij een hele positieve bijdrage heeft geleverd om iets positiever ook weer over dat Koningshuis te denken. En? Nou... Ja, ze mocht wel wat meer zeggen over die Joden en wat er gebeurt. Ze mochten hun wel meer een hart onder de riem steken. Mag ze blijven staan? Jawel. Dit filmpje kwam ik zelf voor. Voor het indrukwekkend? Ja, een beetje. Een beetje indrukwekkend, ben je een compliment? Ja. Dan moet je een beetje je best doen, hè? Ik moet meer mijn best doen, ja. Ja, het komt nog wel.